hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we een Roblox obby spelen, genaamd Kies de Juiste Deur. Dus dat betekent dat er allemaal verschillende deuren zijn en ik moet ervoor zorgen dat ik door de juiste deur ga, want anders gaat het helemaal fout. Ik heb gehoord dat dit best wel een eng en spannend spel kan zijn, dus ik ben er heel erg benieuwd naar, maar wees bij deze natuurlijk ook gewaarschuwd. Voordat we gaan beginnen heb ik nog wel een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven, maar welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Wat kan jij gedachten lezen. Ik heb namelijk een cijfer in mijn hoofd. Het is of 1 of 2. Dus, welke cijfer denk je dat ik in mijn hoofdje heb zitten? Als je zegt nummer 1, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En als je zegt nummer 2, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Heb je het gedaan? Oké, dan ga ik je nu vertellen wat het antwoord was. Het was namelijk nummer 2. Dus, had je hem juist? Ik ben heel erg benieuwd. En dan heb je bij deze een voorproefje gehad van wat er allemaal gaat gebeuren in de game. Ik hoop dat het mij een beetje goed afgaat, maar we gaan het nu zien. Hoe, daar zijn we dan. En ik kijk nou eens eventjes naar hoe ongelooflijk spannend dit eruit ziet. Hierachter zie ik een volle maan met hele donkere wolken en zo. En allemaal mensen die het niet hebben gehaald. Dus, dat gaat nog wat worden. Oh, en we beginnen al met 3 deuren. Hier heb ik een hondje en die zegt, ik weet niet welke deur ik moet kiezen. Oh nee. Oké. Nou jongens, dit gaat echt zo ontzettend spannend worden. Ik dacht dat het misschien een leuk spelletje zou worden, maar het lijkt een beetje op een horrorspel of zo. 1, 2 of 3. Deze gaat voor 1. Oké, dan ga ik voor 2. Laten we gewoon eventjes doen. Oh my god. Oké, dat was niet helemaal goed. Dat was niet de juiste keuze. Oh my goodness. Oké. Weet je, ik ga gewoon snel door deze eerste deur heen. Dat is fijn. Nou, ik ben blij dat zij dat hebben gekozen voor mij. En hier is lava. Maar we moeten hier zo over al deze balletjes heen springen. Oké, ik ga proberen om deze gasten zo in te halen. Wow, ik stond op haar. Ik denk dat we een van deze 3 deuren moeten kiezen. Oké. Dat zijn er inderdaad 3. Weet je wat? Ik ga gewoon voor deze. Ik denk dat deze wel leuk is. Yes! Oh! Nou, ik had gewoon een goed gevoel over. Tenminste, dat dacht ik. Wat is dit dan? Wat is dit? Oh, ja! Ja! Ik ben geteleporteerd. Oh, wat ben ik blij. Nou, het had dus echt een hele foute deurkeuze kunnen zijn. Maar gelukkig is het goed gekomen. Oké, nou dat moet ik dus niet doen. Heel goed opletten. Gelukkig maar. En dan hebben we deze nog. Wow, wat een engert is dat, jongens. Ik ga snel rennen. Zo, helemaal goed. En dan ga ik eventjes hier overheen springen. Oeh, dit spel is wel grappig. Ik zie heel erg veel mensen zo echt keihard falen. Maar kijk mij nou eens even gaan. Want ik ga nu de juiste keuze maken. Van deze 3 deuren is het namelijk deur nummer 2. Toch? Nee. Wat is dat voor engert? Oh. Oké, nummer 2 is helaas niet de juiste deur. Dan misschien nummer 1 of 3. Nou, het was net 1. Dus ik ga dan voor... Nee. Wat? Ik heb net deur nummer 1 geopend en toen kwam er iemand uitrennen. Gelukkig. Dit keer is het wel goed. Nou, dat scheelt, jongens. Het duurde maar 3 keuzes. Maar uiteindelijk heb ik toch wel die juiste. Oh nee, dit is eng, al deze bommen. Wacht, kan ik er zo langs lopen? Oh ja, kijk mij nou eens even gaan. Ja! Oeh, ik dacht dit is echt heel slim. Oh, ik schrok me kapot. Maar ze klom gewoon. Oké, maakt niet uit. Go. Yes! Phew. Nou, ik dacht echt eventjes dat die bommen afgegaan waren. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Maximum security. Wat is hierboven dan? Daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Oh, dit zijn ook deuren die je kunt kiezen. Oh, jeetje, maar er zijn dus 3 deuren hier beneden. Ik ga een deur van boven halen. Zo, ik druk erop. Oh, dat geluid. Oh, dat vind ik echt eng. Ik ga er doorheen. Oeh! Oh my god! Dat is echt heel erg eng. Die was niet zo leuk. Dat was echt geen leuke deur. Nee. Jeetje zeg, jongens. Misschien ga ik dan maar door deze middelste heen. Ze hebben rechtsboven. Dat is ook al een eng geluidje hier zo. Oh nee, hè. Jongens, dit is ook een verkeerde. Nou ja, zeg. Oh, kijk mijn been dan gaan. Iemand gaat hier zo in het midden. Nou, ik denk dat we gewoon eerst alle 3 deze deuren hier beneden moeten proberen. Voordat we helemaal naar boven gaan. Ja, er is ook weer een engert. Wie is dat dan? Hij heet Jeff. Oké, nou Jeff, die vind ik eigenlijk wel het minst eng. Dus dat vond ik nog niet zo heel erg. Dan gaan we deze eventjes testen. Zo. Nou ja, zeg. Dit is een enge leraar of zo. Die eventjes mij komt kapot maken. Nou, ik heb het in ieder geval, ik wou zeggen overleefd. Niet helemaal. Maar ik ben weer terug. Dus dat scheelt. We hebben nu nog 2 keuzes. Nou, omdat iemand hier doorheen is gegaan, dan denk ik dat het misschien iemand is die dat al eerder heeft gespeeld. Dus ik ga het gewoon proberen. Dit zal vast wel... Ja, tuurlijk. Dit had ik gewoon moeten doen. Maakt niet uit. Van de 6 heb ik er 5 gekozen. Nou, best wel slecht. Maar dat geeft niet, want we gaan hier zo op deze, deze planken. En ze vallen steeds onder mijn voeten vandaan. Maar ik heb het gehaald.
Dag lava. Nou, ik zou er niet in willen vallen. Oh my goodness. Wat is dit nou weer? Er zijn echt veel te veel deuren. Vind ik echt niet leuk. Oh, dat meisje kwam nou uit die deur. Huh? Ze kwam uit die deur en dan gaat ze ergens anders in. Oké, nou, ik ben wel benieuwd naar wat hier dan in zit. Huh, een vraagteken. Oh, leuk, 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 leuk. I love it. Huh? Oh, nee. Oh, whoops. Huh? Wat heb ik gedaan? Iemand heeft... Oh, ik weet wat er is gebeurd. Ik weet wat er is gebeurd, denk ik. Iemand, die heeft het gehaald, maar ik heb het nog niet gehaald. Ik ben hier zo in een soort van deurendolhof gekomen. Nou staat er... Ellie Lulle heeft 42 minuten over gedaan om deze spel af te maken. Nou ja, dat ga ik toch een stuk sneller doen hoor, jongens. Oh, dan hebben we weer... We hebben weer deze. Dan ga ik hier zo in en dan kom je weer ergens anders eruit. Hè? Oh, nou, dit is een gigantische puzzel, jongens. Ik moet echt eventjes onthouden in welke deur ik ben geweest. Ik ga gewoon even kijken wat er dan hierin zit. Ik ga er doorheen. Nee. En dan hier? Ik weet het niet. Oh my goodness, jongens. Ik ga gewoon door al deze deuren heen. Op een gegeven moment dan kom je er toch wel uit. Zou je denken? Dat zou je denken. Toch? Toch? En go. Yes! Yes! Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik ga gewoon door één deur en dan door die portal. En dan kom je in een nieuwe gang. En dan ga ik meteen door die portal in plaats van dat ik eruit ga. Ik weet nou niet helemaal welke deur dat uiteindelijk was die me hier naartoe heeft gebracht. Maar het is me gelukt. Dus dat is het enige wat telt. Dan gaan we nu door deze obby heen. Ik vind het wel grappig. Je krijgt dus steeds een klein beetje een obby. Een klein beetje een uitdaging. En dan moet je weer gaan kiezen door welke deur je heen moet. Oh jeetje. Oh, dit lijkt me moeilijk. Mag ik dit aanraken of ga ik dan... Oh nee, ja, het kan wel. Maar het is gewoon moeilijk. Oké, ja. Nou, nee, dus... Grapje. Te snel gesproken. Ik dacht dat het me wel zou lukken. Ja, woehoe, I did it. Dan hebben we hier een heleboel deuren. En dit is een soort van piggy huisje. Nou, ik ga eventjes lezen wat deze meneer zegt. Waar heb ik de sleutel gelaten naar deze deur toe? Het moet hier ergens zijn. Ja, ergens. Fijn. Hè? Dan is hij dat weer vergeten. Nou, dan gaan we door deze. Oeh, hier is een klein... Ik schrok. Ik kan niet bewegen als ik in zo'n ding sta. Oh, dat is jammer. Ik dacht leuk, een kluis. Maar ik schrok me helemaal kapot. Ik had namelijk het idee dat ik het zou halen. Oh, iemand anders heeft het weer gehaald. Wow, dat heeft hij echt snel gedaan, jongens. Zit er hier ergens een sleutel in? Toch wel, toch? Toch? Nou, er gebeurt eigenlijk niks in deze kamer. Dus, het zal wel niet hierin zitten dan. Dan moeten we naar deze deur gaan. Ik denk dat dit de enige deur is die nu overblijft. Dan hebben we... Oh, een sleutel in de wasmachine. Yes, ik heb hem gevonden, meneer. Waarom heeft hij een sleutel in de wasmachine gedaan? Nou ja, het zal wel. Ik kan in ieder geval deze deur nu openmaken. Zo. Dat ziet er eng uit. Yes! Ik heb de checkpoint weer gehaald. Nou, helemaal fijn. Ik wil niet meer terug. Dus dan gaan we gewoon lekker door. We hebben hier allemaal autobanden. En die moet ik natuurlijk niet aanraken. Ik vind ze nou niet bepaald heel erg eng uitzien of zo. Maar ja, ik wil natuurlijk niet dat ik kapot ga. Ik wil gewoon doorgaan. Dit ziet er een beetje bekend uit, zegt hij. Oké. Okay. Nou, het ziet er uit als 3 deuren die ik open moet maken. Het is zo donker daar. Ik wil daar helemaal niet in. Oké, ik ga het doen. Ik ga het doen. En go. Nee! Nee, meneer de olifant. Dat vind ik helemaal niet leuk. Oké, dat is jammer. Dan is het waarschijnlijk deze. Waarschijnlijk ook niet. 1/3 kans. Oh my goodness, wat is er hier? Oh, dit vind ik niet leuk. Oh, dit hou ik echt niet van. Ik kan heel slecht tegen die horrorkamers. Oké, we zijn er. Yes, yes. Ja. Nou, dat vond ik nog best wel goed. Goed gedaan van mezelf. Ik ben echt heel erg dapper. Hall of Doors. Oh nee, we gaan nu een soort van gang in met allemaal deuren. Oh, ik hoef gelukkig niet door deze deuren heen. Ik kan er gewoon zo opspringen. Oh, wacht, zakken ze nou in de magma? Oké, nee, dat wil ik niet doen. Yeah. Yes, yes, ik heb het gehaald. Helemaal goed. Gezellig. Het ziet er een beetje uit als een soort van hotellobby of zo. Moeten we nu in deze liften gaan stappen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik ga gewoon bij de eerste. Dan ga ik kijken wat er gebeurt. Oh my goodness. Ja, dat was niet helemaal goed, hè? Oh, we gaan door. Daar is Piggy. Doei, Piggy. Dan gaan we door. Oh my, wat is dat? Dat is Slenderman. Nee, we gaan verder naar beneden. Oh, dat is een hele enge clown. Nog verder naar beneden. Oh, ik weet niet eens meer wat dat is, maar daar wil ik ook niet stoppen. Oh, daar is Karen met haar hondje. Dat vond ik wel grappig. Ik weet niet meer hoe hij heet. Jeff, volgens mij. Oh, wat is dit? Yes. Yes, jongens.
Oh my goodness. Ik heb gewoon de juiste lift gekozen. Dat vind ik zo ongelooflijk fijn. In één keer. Het is me eindelijk gelukt. Heel erg knap voor mezelf. Een schouderklopje. Ja, ja, ja. Dan lopen we door hier zo in deze obby. Ja, ik moet natuurlijk niet door deze lasers gepakt worden. Dus ik ga er eventjes doorheen lopen. Zo, en dan gaan we een plankje op. Ja, dan hebben we weer een nieuwe checkpoint. Ja hoor. Ja hoor. We hebben 3 deuren die letterlijk naar niks leiden. Maar waarschijnlijk leiden ze toch wel ergens naartoe. Deze staat het dichtst bij. Dus dan kan je zeggen dat is hem niet. Maar misschien is het hem daarom juist wel. Want iedereen denkt, ja, dit is hem. Dus ik ga hem openmaken. En dan is het heel donker hier. Kijk, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik echt niet leuk. Nee! Verdorie! Het is me gewoon weer niet gelukt. Kijk, ik val er gewoon van flauw. Zo eng vond ik hem. Dan gaan we naar rechts. Je weet het gewoon niet. Dit is echt gewoon een pure gok, jongens. Oeh. Oh my goodness, dit is leuk. Ik sta op een soort van gigantische wolk. En wat is dat? Oh, ik weet het, jongens. Volgens mij is dit het einde. We zijn aangekomen bij het aller eindste van deze hele deuren obby. Dus dat betekent dat we een heleboel goede keuzes hebben gemaakt. Nou, dat vind ik geweldig. Want kijk nou eens eventjes. Dit ziet eruit als een speeltuin. Oh, regenboog. Oh, ik vind dat zo fijn. Met deze super donkere, enge lucht en al die wolken. Nou, we zijn er. Jamilalala. Oeh, ik heb het in 14 minuten en 19 seconden gedaan. Jeetje, als je hier nu naar de nummer 1 kijkt, heeft hij het gewoon gehaald in 2 minuten en 23 seconden. Dat is echt heftig snel, jongens. Maar dat zijn waarschijnlijk mensen die dit vaker hebben gedaan. En die dus echt wel weten wat ze moeten doen. Wacht even. We hebben het gehaald. En laten we hier nu eruit gaan. En deze glijbaan nemen. Oké, maar dat ziet er best wel spannend uit. Ik vind deze regenboog eigenlijk wel heel erg leuk. Nou ja, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. En go. Wee-hee. Oh my. Oh, wow. Wat gebeurt er? Yeah. Het gaat naar een ander spel. Nou, oh, het ziet er wel leuk uit. Nee, dat gaan we natuurlijk niet in deze video doen, jongens. Ik vind wel dat het spel heel erg leuk was. Tegelijkertijd is het ook een spel waar ik zo ongelooflijk vaak van ben geschrokken, maar ik vond het wel heel erg grappig. Dus, wat mij betreft is die helemaal en hartstikke geslaagd. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En als je me nog niet volgt op Instagram of op TikTok, dan moet je dat zeker eventjes doen. Instagram post ik allemaal superleuke posts en stories. En vind ik het heel erg leuk om gezellig met jullie te kletsen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor TikTok. Dus check alle links zeker eventjes in de beschrijving hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk op Instagram, TikTok en in de volgende video. Doei doei!